Een dreiging die we niet meer voor mogelijk hadden gehouden toen de Berlijnse muur viel en de Koude Oorlog eindigde, doet zich nu weer gelden. De spanning aan de grenzen van Europa is voelbaar. En gewelddadige groeperingen die stateloos opereren nemen toe. Traditionele luchtdreiging van vliegtuigen, helikopters en kruisvluchtwapens is weer actueel. En de dreiging van ballistische raketten neemt toe. De roep om een robuuste luchtverdediging is hoorbaar. Zowel nationaal als internationaal. Tegen deze dreiging bestaat het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit is de eenheid die wordt ingezet voor lucht- en raketverdediging, luchtruimbewaking en het opsporen van kleine raketten, artillerie en mortieren. De eenheid is 2 jaar lang ingezet in Turkije om de miljoenenstad Adana te beschermen tegen de dreiging van ballistische raketten vanuit Syrië. In ons eigen land wordt de eenheid steeds vaker ingezet voor de bescherming van vitale objecten tegen kleine onbemande vliegtuigen, drones. In 2014 is een eenheid van het commando ingezet als onderdeel van de beveiliging van het nationale luchtruim tijdens de nucleaire top in Den Haag. Deze voorbeelden en de verandering aan de grenzen van Europa geven aan dat lucht- en raketverdediging noodzakelijk is. Het DGLC draagt hieraan bij, met high-tech materieel en professionele militairen.